Oké, dit is Flipperkast Spot TV. We staan hier voor een Bali gokautomaat. Maar die deed het niet. Zoals je ziet, startknopje staat al aan, verlichting brandt. Behalve dit. Dit werkt niet. Display. Maar dat komt, display, hoe je het ook noemt. Maar dat komt omdat ik hem veranderd heb. Ik heb hier de Bali. Hoe zou ik zeggen? Printplaat, het programma. Hier liggen. Maar ik heb daar geen verstand van. Ik heb alleen verstand van mechanisch. Dus bleek ook dat dit ook helemaal kapot was en doorgebrand. Daarom ging ik uitvogelen wat ik ging doen. Ik heb hier. Motoren. Maar die zijn. Die weet ik niet. Die gaan op magnetisch. Weet ik veel. Het heeft allemaal met programma te maken. Ik heb er veel verstand van. Dus wat deed ik? Ik ging die motors eruit slopen. En ik deed er een as in zetten. Van een Willesco stoommachines. Hier zitten geen motors in. En toen dacht ik van, ik laat hem op 12 volt accu werken. Ik heb daar een zwaailamp zitten. Hier. Dit is een zwaailamp. En dan gaat die, daar zit er een heel as zo. In de lengte zit een heel as. En dan kan die draaien. De zwaailamp die drijft eigenlijk de rollen aan. Dus als ik op start druk, gaat die zwaailamp draaien. En als ik hem uitzet, stopt de zwaailamp. En het is niet helemaal perfect. Het zit allemaal aan elkaar vastgelijmd. Maar het werkt. Het was best veel werk. Eigenlijk is het ook verkloot, maar deze hendel werkt niet meer, maar ik heb wel gemaakt dat hij los is. En ja, hij werkt goed, alleen je wint nooit. Even kijken. Zo. Ik ken het model, heb ik wel eens eerder gezien, met zo'n lampje op de bovenkant. Maar ik heb van computers geen verstand. Ik heb alleen verstand van mechanisch. Dit was Flipperkast Spot TV. Tot ziens.